Yo gasten, Darf hier met vandaag een nieuwe gameplay commentary op het kanaal van VisionNederNL. In deze video wil ik het gaan hebben over tunnelvisie in je spel, omtrent Call of Duty natuurlijk. Voordat ik begin met mijn hele verhaal en mijn hele ramble, wil ik je echt aanmoedigen om heel goed naar deze gameplay te kijken die je ziet. Het is een Advanced Warfare Momentum gameplay op de map Biolab volgens mij. En de gameplay is niet bijzonder goed. Ik heb juist een gameplay uitgekozen waarin ik een aantal fouten maak. Die puur gaan over, of die aansluiten bij het onderwerp wat ik heb. Dus kijk daar goed naar, kijk ook wanneer ik doodga en waardoor en waaraan dat zou kunnen liggen. With that said, let's go. Tunnelvisie in je Call of Duty speelstijl is eigenlijk helemaal niet positief. Want wat ik precies bedoel met tunnelvisie is het volgende. Momenten in je gameplay dat je je focust op één ding in de game. Dus echt maar gewoon maar één stukje, één aspect. Dat kan als bijvoorbeeld zijn één bepaalde tegenstander in je scherm, één bepaalde deur of ingang in je omgeving, of één bepaalde objective in de map zelf. Eigenlijk draait Call of Duty er namelijk om dat je kan multitasken, dat je op meerdere dingen tegelijk kan letten terwijl je aan het spelen bent. Dat kan dus zijn de positionering van je teammates waar je op moet letten, de tegenstanders in je scherm, of er dus inderdaad een gunfight aan gaat komen. Of wat je op je minimap ziet qua red dots, qua UAV. Je omgeving, waar loop je precies in de map? Waar wil je naartoe in de map? Hoe kan je daar naartoe gaan in de map? Noem het, blijf zo maar doorgaan. Eigenlijk gewoon zoveel dingen waar je tegelijkertijd op moet letten. En over het algemeen gaat dat multitasken bij de meeste spelers al heel goed. Alleen, je bent pas, of tenminste de echte goede Call of Duty spelers, die kunnen gewoon echt dat multitasken heel goed. Die kunnen op alles, op alle aspecten. Kunnen ze tegelijkertijd letten. En dat is gewoon heel belangrijk, wil je goed doen in Call of Duty. En goed doen in mijn boekje is veel kills halen, in leven blijven, mooie killstreaks halen en natuurlijk gameplays winnen of gewoon potjes winnen. En dan maakt het geen zak uit of je aan het rushen bent of dat je aan het tryharden bent en misschien wat terughoudender speelt. Het gaat erom dat je wint en dat je, nou ja, ook wel plezier hebt natuurlijk. Het probleem met tunnelvisie is dus het feit dat je maar op één ding tegelijk focust. Doordat je dat doet, verlies je inderdaad alle andere feiten uit het oog. Alle andere feiten en alle andere gebeurtenissen. En omdat je dat in principe uit het oog verliest, daardoor wordt je situational awareness minder. En daardoor kun je in scenario's en situaties belanden in-game, waarin je geen tactisch voordeel hebt, of waarin je soms zelfs compleet kansloos staat tegenover tegenstanders. Stel je dus bijvoorbeeld voor, ik zie een tegenstander lopen richting het midden van de map en ik denk, hey, die wil ik wel killen. Dus ik ga vanuit mijn veilige plek waar ik in principe mijn controle heb, duik ik het midden van de map in om die achter die kerel aan om te killen. Hier bijvoorbeeld ook, hier doe ik het ook. Ik zie die kerel, ik weet dat hij er is, dus ik exo-jump erachteraan, waardoor hij weet dat er iemand achter hem zit. Hij draait zich om, gaat prone liggen, heeft daar een betere tactische situatie. Ik blijf overeind staan, probeer hem te headshotten. Ik ga dood, want ik heb geen cover. Perfect voorbeeld van tunnelvisie. Chasen in dit geval. En dat gebeurt meerdere keren in deze gameplay trouwens hoor. Ik maak dat soort fouten soms ook wel eens. En in Advanced Warfare, wat soms een veel chaotischere game is dan vorige Call of Duty's, gebeurt het mij toch nog best wel vaak dat ik inderdaad veel te veel gefocust ga op één ding. Hier ook weer, ik zie er twee tegenstanders zitten. Ik denk die willen killen. Ik check niet rechts het hoekje als ik de kamer binnenkom lopen, waardoor ik dus dood ga omdat er een tegenstander zat. Dat zijn perfecte voorbeelden van momenten waarop je tunnelvisie gaat en waar je dus gewoon de Sjaak bent. Zo simpel is het. Lastig aan tunnelvisie is dat je... Ik heb er geen tips voor om er wat tegen te doen. Het enige wat ik eigenlijk kan doen is je erop wijzen dat bepaalde scenario's, dat je die gewoon wil vermijden. En dan inderdaad gewoon echt in principe gewoon puur een scenario. Zodat je inderdaad die dingen herkent als je aan het spelen bent. Dat je weet van oké, ik ga nu tunnelvisie, nu moet ik oppassen, want ik kom nu straks in een situatie waar ik de controle niet heb. En natuurlijk, dan het laatste dingetje. Maar dat geldt eigenlijk niet alleen voor tunnelvisie. Dat geldt eigenlijk gewoon voor alle tactische en technische hoogstandjes in je gameplays. Kijk soms af en toe eens je eigen gameplays terug. Dat kan ideaal met MW3 en Black Ops 2 met de Theater Mode. Kijk eens je gameplay terug. Kijk eens van, nou, wat deed ik hier goed, wat deed ik hier fout, wat kan ik hiervan leren. Wat moet ik de volgende keer toepassen, wat wel, wat niet, enzovoort. Dat kan super leerzaam zijn soms. Dat is ook... Tenminste, dat heb ik soms zelf. Dat ik soms inderdaad een gameplay van mezelf terug. En denk ik van, hey, ik ging niet dood. Daar werd ik een beetje pist van. Maar dat had ik compleet kunnen voorkomen als ik dit en dit anders had gedaan. Dus
Ja, dat is natuurlijk het ideaal als je capture card hebt. Daarmee kan je heel makkelijk gameplays terugkijken. Maar op oudere Call of Duty's kun je in ieder geval de theater mode gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Tot slot geef ik dus even drie praktische voorbeelden van wanneer nou tunnelvisie is en dat je die juist wil vermijden. Als je een tegenstander achtervolgt en zonder te kijken wat er om je heen gebeurt. Puur voorbeeld van tunnelvisie. Rechtstreeks op een objective afrennen zonder te checken of het veilig is en met je reet door een open gebied lopen terwijl het gewoon niet veilig is. Je kan natuurlijk moeilijk een objective capture als je dood bent. Dus te veel op je minimap letten, dat is ook een voorbeeld van tunnelvisie, waardoor je er gewoon niet ziet wat er in je scherm gebeurt. Nou, dat zijn dus drie simpele voorbeelden van tunnelvisie. Vermijd die. Jongens, ik hoop dat jullie wat hebben aan deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.